ongelooflijk, hè, zo'n uitzicht. Er zijn maar een paar plekken ter wereld waar je zulke uitzichten treft. En wij zijn er in één van. We zitten in Canada, in Whistler om precies te zijn. Daar komen jaarlijks miljoenen toeristen naartoe. Hè? En die maken allemaal dat bekende rondje. Hè? Vancouver, Banff, Jasper, Whistler, Vancouver Island. Dat gaan wij niet doen. Wij gaan nu eens wat anders doen. We gaan namelijk het land in. We blijven wel in British Columbia, maar we gaan de Cariboo ontdekken. Dat is een regio en die biedt eigenlijk hetzelfde, maar dan zonder al die dromme toeristen. Ik ben heel benieuwd. Met een gehuurde SUV rijden we vanuit Vancouver naar het noorden. Goldbridge is de bestemming en het uitzicht verandert in rap tempo. Als we het stadse hebben verlaten, openbaren zich de mooiste vergezichten met oogverblindend mooie meren en het ene na het andere iconische plekje. We stoppen er bij één, Seton Portage. Nou, als je op zoek bent naar de middle of nowhere, dan zit je hier goed. Het ligt tussen twee gigantische schitterende meren in. Maar verder is het helemaal niets hier in de uiterste omgeving. Wat er wel is, is dat het midden in een Indianenreservaat ligt, First Nations geheten. Van de natives wonen er nog zo'n 600 in de omgeving en tientallen hebben zich in dit dorp gevestigd. Je vindt er een prachtig kerkje en de K.O. Ham Shuttle, door de BBC verkozen als een van de mooiste treinritjes ter wereld. En natuurlijk is er een pub, de ontmoetingsplek voor de inwoners. Een van hen is Wesley Alexander. Wat betekent Seton voor hem? To us, we call it God's country. You got two beautiful lakes and being a small community, everybody's tight, helps out each other and all that. Mm-hmm. Always, yeah. And fishing is awesome over here. Yeah. The fishing is awesome. Remember that. Yeah. Vanaf Seton rijden we over hoge bergwegen langs pijloos diepe dalen en komen door spookstadjes als Braylor en Bradian. Voormalige goudzoekersdorpjes waar de huizen na de Gold Rush van 1850 zijn verlaten en troosteloos het landschap bepalen. De laatste stop voor we bij Goldbridge arriveren is, hoe kan het ook anders, weer zo'n schitterend meer. Gun Lake. Vandaag nemen we afscheid van de Taiax Wilderness Lodge. We hebben hier twee geweldige dagen beleefd hoor, want het is een ongelooflijk mooie omgeving. We hebben de meest waanzinnig mooie meren gezien, bergen, spookstadjes. We zijn in een First Nations reservaat geweest. Dat gaan we nu allemaal achter ons laten, want we gaan nu vanuit Goldbridge naar Williams Lake. We trekken dus dieper de Cariboo in en dat wordt een totaal ander landschap. En daar ben ik eigenlijk ook wel weer benieuwd naar.